U luistert naar Beit Avat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie. Goedenavond of goedemiddag, goedemorgen. Eerste uitzending van Beit Avat Torah. Of misschien had ik moeten zeggen Beit Avat HaTorah. Huis van de liefde voor de Torah. En we gaan proberen om elke dinsdag en elke donderdag een kleine uitzending te verzorgen over iets uit de Torah. De Talmud, de rabbijnse traditie. En vandaag is dat een opname. Geen live sessie, zoals jullie merken. En die gaat over een hele kleine uitdrukking in Genesis 37. En daar zijn we ook al in het oude jaar nog op de valreep mee bezig geweest. En ik wil daar wat over zeggen vandaag. Dit is de tekst waar het om gaat. Genesis 37 vers 10. Vayisaper el aviv velechav, vayik arbo aviv, vayomer lo, ma achalom haze asher chalamta, avo navo, ani veimcha, vachecha, Lehishtachavot lecha artsa. Jacob's reactie dus. Wijzeper Lavav. Hij vertelde het aan Aviv, moet ik zeggen. Wijzeper Lavav. Hij vertelde het aan zijn vader. Niet aan zijn vaders natuurlijk. Welegav en aan zijn broers. Wajigarbo. En zijn vader ontstak in woede tegen hem. Of eigenlijk bestrafte hem. Gaar. Wat Jomaloord en zei tegen hem, Magaloma zei, wat is deze droom, als een galamta die jij hebt gedroomd? Wil je daar nou mee zeggen, Havonava, is het nou zeker dat wij zullen komen, namelijk ik en jouw moeder en jouw broers, Lishtagavot, om te aanbidden of neer te buigen, neer te knielen, Lega artsa, voor jou tot de bodem aan toe, want dat had hij dus gedroomd. De Statenvertaling vertaalt het dus zo, en als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, dat is dat Wajigarlo, en zei tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, dat is dat Havonavo, zullen wij dan ganselijk komen? Ja, dat Havo wil gewoon zeggen dat dit een hele intensieve betekenis draagt, hè, we zullen zeker komen, of zullen wij dan echt komen? Maar er staat er, en daar gaat het me om vandaag, ik en uw moeder en uw broers, om ons voor u ter aarde te buigen. Maar die moeder, dat is natuurlijk Rachel. Rachel is de moeder van Jozef. Die is gestorven bij het baren van Benjamin. Is in het kraambed gestorven. Hoe kan Jacob nu spreken over die moeder? Daar zit dus in dat hij die droom zo interpreteert. Hè, de zon en de maan zullen zich buigen. En ook die 11 sterren, dat zijn dan die broers. De zon zou dan Jacob zijn. En de maan zou dan zijn moeder zijn. Dat is Rachel, maar Rachel is er niet meer. Dus kanttekeningen. Die interpreteren nu om te beginnen de intentie van Jacob. En dan gaat het dus hierom. Waarom is hij bestraffend aan het spreken tegen Jozef? Meer om zijn andere zonen wat te verzachten dan dat hij inderdaad op Jozef zou vergramd zijn. Dat vergramd zijn is trouwens een mooie vertaling van het Wajigar. Vergramd zijn, want hij merkte wel dat deze droom wat bijzonders, gelijk blijkt uit het volgende vers, in had. Er zat iets bijzonders in die droom. Vandaar dat we later lezen dat hij de zaak in gedachten hield. Maar hoe zit dat nou met uw moeder? Dat is het grote probleem. Is dat Rachel? En dan zegt de kanttekening, versta hieronder, zijn stiefmoeder Lea, of Bilha, Rachels dienstmaagd. Dus de kanttekeningen hebben twee opties. Hij heeft nog een stiefmoeder over, dus de moeder van andere zoons. Of het is misschien de dienstmaagd van Rachel Bilha, die in zekere zin dan
als een soort stiefmoeder kan gaan optreden. En dan de derde mogelijkheid, wil men het nemen van de Rachel, zijn eigen moeder die overleden was, het zal zijn, en dat zou dan kunnen betekenen, alsof Jacob zei, zal uw moeder uit de doden opstaan en zich voor u ter aarde buigen? En de kanttekening legt dat niet verder uit wat daar de strekking van kan zijn. Zoals we het hier lezen in de kanttekening zou het kunnen dat Jacob zegt, wat een absurde droom heb jij. Als je dat combineert met kanttekening 13, dan zou je kunnen concluderen dat Jacob dit zegt om niet aan Jozef, maar aan de broers duidelijk te maken hoe absurd deze droom eigenlijk is. Blijft mogelijk dat hij het doet om Jozef ervan te overtuigen, maar het is misschien toch juist voor de broers bestemd om te laten zien dat ze die droom niet serieus moeten nemen, dus ook niet heel erg opgewonden van die droom moeten raken. Dat Rachel al dood is, dat lees je hier in Genesis 35. Alzo stierf Rachel, namelijk bij het baren van Benjamin, en ze werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. Nou, we blijven dus een beetje met die vraag zitten. Wie is die moeder nou? Is dat in figuurlijke zin Lea of Bilha? Of is het Rachel? En daar zitten dus twee verschillende motivaties in. Als Jacob bedoelt Bilha of Lea, dan neemt hij dus de droom precies zoals hij op hem is overgekomen. Dan interpreteert hij die droom op die wijze. En ja, vraagt zich dan af of Jozef nou inderdaad in die droom dit gedroomd heeft, hè, dat Bilha en Jacob, of Lea en Jacob, zich zouden neerbuigen voor Jozef. Zou Rachel bedoeld zijn? Dan zit daar een andere betekenis in, hè, namelijk dat hij laat uitkomen hoe absurd de droom is om Jozef te beschermen van zijn broers. Nou, laten we eens kijken wat we daarvan terugvinden in de traditie. Nou, Rashi, Havon Navo, zullen we ook komen. Is uw moeder niet te lang dood? Heeft Jacob daarmee eigenlijk gezegd. En dan zegt Rashi, hij begreep echter niet dat de uitspraak werkelijk betrekking had op Bilha, die hem had opgevoed alsof ze zijn eigen moeder was. Dat komt uit de Genesis Rabba, uit de Midrash. Onze rabbijnen leiden hieruit af dat er sprake is van een droom, juist vanwege zulke absurde voorvallen. De rabbijnen die hebben uit die tekst afgeleid dat Jacob wel degelijk Rachel bedoelt. En dan zou het dus absurd zijn. Jacobs bedoeling met het wijzen op de absurditeit van Jozefs moeder die dood was, en dan wordt de intentie van Jacob aangeduid, die dus in de kanttekeningen van de Statenvertaling niet duidelijk naar voren komt, dat was om zijn zonen de hele zaak te doen vergeten, zodat ze hem niet zouden benijden. En daarom zei hij tegen hem, zullen wij inderdaad komen, enzovoort. Inderdaad is dan trouwens hier die vertaling van dat havo. Dus dat is hier die infinitief havo. Die vooraf gaat aan, wij zullen komen, wij komen, navo. Wat betekent, zoals het, namelijk de vervulling van die droom, onmogelijk is in het geval van uw moeder, zo is de rest van de droom ook absurd. Dus Rashi die zegt, de uitspraak heeft eigenlijk betrekking op Bilha. Dus wat Jacob zegt, Imga, jouw moeder, dat is inderdaad Bilha. Maar de rabbijnen zeggen daarentegen, er zit iets absurds in. Want die moeder van Jozef, dat is Rebecca. Dat is Rachel, die al overleden is. Ramban, er is vaak iemand die het oneens is met Rashi. Heeft een lange excursie hierover. En zegt dan, in plaats daarvan is mijn mening over de zaak van de droom, dat de zon een zinspeling is op Jacob. Dat nemen alle commentatoren aan. En de maan een zinspeling op de kinderen van zijn huishouden en al zijn vrouwen die het zaad van Jacob vormden. Dus die maan is alles wat er verder in zijn huishouding voorkomt, met uitzondering dan van die elf. De maan verwijst dus naar het feit dat al zijn zaad zich voor Jozef zal neerwerpen, namelijk alle 70 zielen die uit zijn lendenen zijn voortgekomen,
aangezien zij zich allen neerknielden toen zij voor hem kwamen. De 11 sterren stellen de broers voor die zich afzonderlijk voor hem neerbogen. Dus een collectief neerbuigen, want heel Israël wordt gered door de daden van Jozef, die ervoor zorgde dat ze niet omkomen in de hongersnood. Maar de 11 broers, die buigen zich afzonderlijk voor hem neer, voordat hun vader kwam, voordat Jacob kwam. Zoals er geschreven staat, toen Jozef in het huis kwam, brachten ze hem het geschenk dat in hun hand was, in het huis, en bogen zich voor hem ter aarde. Zo wordt dat uiteindelijk ook een realiteit en wordt de droom dus een bewaarheid. Nou, dit is dus wat we uiteindelijk hier moeten vaststellen. Jacob neemt de droom als een uiting van arrogantie, dat is één mogelijkheid. De verwijzing naar jouw moeder ziet hij dan als verwijzing naar Bilha, de dienstmaagd van Rachel. Zo kan hij dat begrepen hebben. De tweede mogelijkheid, Jacob wil de strekking van de droom afzwakken. De verwijzing naar jouw moeder is een verwijzing naar Rachel. Even absurd als die verwijzing is de gehele droom. En dat zegt hij om Jozef tegenover de broeders in een beter daglicht te plaatsen. Nou, zo zien we de verschillende mogelijkheden. Rashi en Ramban. Maar dan hebben we hier nog Calvijn. Hij droomde nog een andere droom. De strekking van deze droom is dezelfde. Net zoals die droom met de schoven. Trouwens, heel aardig wat Calvijn uitlegt. Dat voor deze herders, want dat waren die zoons van Jacob. Voor deze herders is dat beeld van die schoven heel vreemd geweest. Hè? Die schoven horen natuurlijk bij de landbouw. En daar zit de subtiele verwijzing in dat ze terwille van de honger, of vanwege de hongersnood, terwille van de oplossing daarvan, hier als schoven worden voorgesteld. Dus die dominantie van Jozef over zijn broers heeft alles te maken met het feit dat hij nu beschikt over de middelen om zijn broers en zijn vader in leven te houden. Het enige verschil is dat God om meer vertrouwen in het orakel te wekken hem een beeld van de hemel voorhoudt. Hè. Dus die zon, maan en sterren zijn dan anders dan de droom met de schoven, omdat hier dus nadrukkelijk over de hemelse beschikking gesproken wordt. Hè. Dus de schoven laten zien waarin dan de pointe ligt van dat heersen van Jozef over zijn broers, dat is om ze te voeden. En zon, maan en sterren, daar gaat het eerder om het feit dat Jozef vanuit de hemel deze macht, deze positie heeft gekregen. De broeders van Jozef hadden veracht wat er over de schoven was gezegd. De Heer roept hen nu op om naar de hemel te kijken waar zijn verheven majesteit schittert. Men kan zich echter afvragen hoe het te rijmen valt met het feit dat zijn moeder die nu dood was kon komen en zich voor hem kon neerbuigen. Die uitleg dus die Jacob geeft van dat buigen van de maan. En dan typisch weer Calvijn, de uitleg van sommige Hebreeën, dus sommige rabbijnse commentaren, die het op Bilha betrekken, is waardeloos. Nou, we hebben gezien dat dat inderdaad gebeurt bij Rashi. Maar we hebben ook gezien dat de kanttekening van de Statenvertaling dat heeft. Nou, heeft Calvijn die interpretaties van de rabbijnen gelezen en verworpen? Misschien hebben de kanttekenaars van de Statenvertaling, de vertalers, dat ook gezien, maar het niet verworpen. Het juist gezien als een reële mogelijkheid. De betekenis lijkt duidelijk zonder zulke uitvluchten, want de zon en de maan duiden het hoofd van een familie aan elke kant aan. Dus dat is een nieuwe, een derde interpretatiemogelijkheid. De zon en de maan zijn de twee kanten van de familie. Dus in deze figuur zit Jozef zichzelf vereerd door het hele huis van zijn vader. Vandaar dus zon en maan. Maar wat me dan toch altijd weer bijblijft, is dat Calvijn weer eventjes zo hier een beetje een nare uitspraak doet over die rabbijnse traditie. Terwijl dat ook anders kan. De vertalers van de Statenvertaling hadden daar overduidelijk een hogere waardering voor. Dit zijn kleine kwesties natuurlijk. Hè? Wat is de intentie van Jacob in wat hij zegt? Nou, om die broeders misschien op een ander spoor te brengen, minder boos te maken.
is het om Jozef duidelijk te maken dat de droom absurd is. En dat ene kleine woordje en jouw moeder roept dus heel terecht allerlei vragen op over de betekenis van de tekst. Ja, en ik denk dat wij als gewone, tussen aanhalingstekens, gewone Bijbellezers daar toch makkelijk overheen lezen. En opnieuw, het lezen van de commentaren, zoals die van Calvijn, is natuurlijk een hele goede zaak. Maar je ziet hoe dat vaak een echo heeft in de rabbijnse commentaren en hoe interessant die op zich ook kunnen zijn. Dank voor het kijken naar deze eerste uitzending van Beit Ahavat HaTorah in 2023. Aanstaande donderdag hoop ik nog een tweede te kunnen publiceren. Alvast bedankt voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar Beit Ahavat Torah. Graag tot ziens.